Welkom bij Value Jagers Podcast. De podcast over beleggen en goedkope aandelen. Hallo beste kijkers en luisteraars en welkom bij een nieuwe podcast voor Value Jagers. Vandaag zullen we het hebben over ons eigen Value Jagers. En daarmee wil ik zeggen dat we een enorm mooi verhaal aan het schrijven zijn en we groeien elke dag nog als relatief jong bedrijfje. Om steeds aan de wensen van onze trouwe leden te voldoen, maar ook om de lezers van onze nieuwsbrieven, de luisteraars en kijkers van onze podcasts op de hoogte te houden en hen te voorzien van steeds het meest recente nieuws op de financiële markten, diepgaande analyse, alerts en andere updates, gaan wij telkens opnieuw voor u tot het uiterste. Bovendien is Value Jagers zo net van start gegaan met zijn eindejaarspecial. Hoog tijd dus voor een gesprek met de manager, Ronald Hendricks. Hallo Ronald en welkom. Dag Tim, goeiedag. Ja Ronald, misschien eventjes helemaal teruggaan naar het begin van Value Jagers. Waar en wanneer is precies de idee ontstaan om een eigen beleggersplatform op te richten? Het idee is eigenlijk ontstaan omdat er op die moment en eigenlijk nu ook nog heel weinig wordt gekeken naar value-aandelen. Iedereen weet dat de technologieaandelen de hype zijn van de laatste 10 jaar. Met uitspattingen hier en daar. Altijd heel interessant, maar natuurlijk ook altijd heel veel risico. Daarom waren wij van plan, of hebben wij een platform opgericht waarbij we echt terug naar de basis van beleggen gaan. En dat is het value beleggen. Dat is een strategie die eigenlijk al tientallen jaren, decennia lang zijn waarde bewijst. Soms is het een beetje minder in de mode, een andere keer is het dan meer in de mode. Maar uit de mode is het eigenlijk nooit. En er zijn eigenlijk veel te weinig beleggers die nog echt fundamentele, ondergewaardeerde aandelen gaan zoeken. En eigenlijk veel liever gewoon kopen wat de rest koopt. En dat heeft dan eigenlijk ook al zijn nut bewezen de laatste jaren. Aangezien wij toch een redelijke succesratio hebben van 80% winratio. Wat bewijst dus dat gewoon zoeken naar ondergewaardeerde aandelen, rustig afwachten tot het zijn fair value bereikt of hoger. Dat echt een strategie is die altijd werkt. En daarom zijn we met Value Jagers begonnen. Oké. En wat maakt Value Jagers nu echt zo interessant en uniek? Dus we zijn eigenlijk wel een beetje een buitenbeentje, want niemand kijkt naar ondergewaardeerde aandelen, maar het is ook vrij ruim te nemen, want er is overal wel ondergewaardeerde aandelen te vinden, altijd, in goede en slechte beurstijden. Wat wij ondertussen in gespecialiseerd zijn, is aandelen vinden waar we eigenlijk onze leden of soms ikzelf, als ik een analyse te zien krijg, nog nooit van heb gehoord. En ik dan begin ik al trots te worden dat mij een van de analisten met zo'n aandeel op de pop komt. En ik van denk van, waar heeft die dan in godsnaam gevonden? En dat kunnen wij keer op keer opnieuw presenteren van echt goede, degelijke bedrijven, gezonde bedrijven, die gewoon vergeten zijn door de markt. En waar dat er ergens toch in de nabije toekomst een trigger is die vergetelheid doet omkeren, waardoor dat beleggers zeggen, hey, dat is precies toch een interessant aandeel. En wij proberen daar altijd toch die massa net iets voor te zijn, waardoor die ondergewaardeerde aandelen op een duur toch bij het bredere publiek bekend geraken, waardoor dat wij al veel sneller in die stijgende beurskoersen zitten. Dus het is echt een combinatie echt van vrij veel onbekende, maar zeer degelijke en goede, ondergewaardeerde bedrijven met een zeer mooie toekomst. Ja. Voor meer informatie over onze unieke kortingsactie, surf naar valuejagers.com/actie. U kan de link ook terugvinden in de omschrijving. Je hebt het zelf al aangehaald, jezelf en de andere analisten gieten dat meestal in een vorm van een rapport en sturen dat dan uit naar de leden. Maar wat precies kunnen de leden dan verwachten van zo'n rapport? Wat is de inhoud daarvan? Dus we hebben 10 value-jagers rapporten. Daar is er elke maand een maandrapport voorzien. Dus sowieso 1 keer per maand komt er een rapport. Daarin staat ofwel een nieuwe tip, ofwel updates van bestaande tips. Dat wil ik ook wel even meegeven. Heel veel beleggers kijken alleen maar naar de nieuwe aandelen tips, terwijl het ook heel vaak
interessante aankoopgelegenheden zijn bij de tips die alle in het rapport staan, maar die een update krijgen, omdat die om een of andere reden de beurskoers nog niet gestegen is of een beetje gezakt. Ja. Dus het zijn niet alleen de nieuwe tips die interessant zijn. Anderzijds is er tussentijds belangrijk nieuws te melden. Ja, dan gaan we dat natuurlijk ook doen. Dan gaan we niet wachten tot maandrapport er is. Dan sturen we een alert uit of een uitgebreide analyse. Hangt een beetje vanaf van de werkwijze van de analist die aan het rapport gekoppeld is. De ene analist schrijft liever een heel grote analyse als update. De andere houdt het wat beknopter en gaat tot de essentie. Dus hangt een beetje van het rapport af. Belangrijk is dus dat er een continue update is, een continue opvolging van bestaande tips. Er komen regelmatig nieuwe tips. En daarnaast mogen de leden ook altijd vragen stellen tussendoor. Kunnen ze een berichtje sturen naar de helpdesk. Dan gaan we dat ook proberen te beantwoorden. Anderzijds zijn er de twee Value for Life producten, waarbij we eigenlijk geen maandrapporten publiceren, maar een continue update. Dus dat is geen verplichting naar elke maand een nieuw rapport te publiceren, maar eigenlijk in praktijk zien we wel dat die regelmatige updates, dat minstens meerdere keren per maand is dat er updates volgen. Dus het is niet dat de beleggers daar eigenlijk aan hun lot worden overgelaten. Maar daar is eigenlijk meer een continue flow van alleen nieuws te melden wanneer dat er belangrijk nieuws te melden is. Ja, oké. Kijken jullie dan bij Valuejagers ook naar macro-economische thema's? Bijvoorbeeld Afghanistan of oorlog om de olie of wie dat er president in de Verenigde Staten wordt of dergelijke? Oh, eigenlijk niet. Macro-economische thema's zijn vooral bedoeld om het sentiment onder de beleggers te veranderen, terwijl dat wij gewoon proberen zoveel mogelijk naar de fundamenten van de bedrijven te kijken. Een ondergewaardeerd bedrijf is nog altijd een ondergewaardeerd bedrijf, of dat nu Joe Biden president is of Donald Trump. Dat gaat geen verschil maken voor dat ondergewaardeerd bedrijf. Dus wij focussen echt voornamelijk op de onderwaardering, de fundamenten van het bedrijf. Klein beetje macro-economisch, wat misschien wel speelt, is inflatie. Omdat value-aandelen nogal in positieve zin inflatiegevoelig zijn. Dus dat is een thema wat wel een beetje speelt, maar dat is dan ook het enige. Oké. Ja, ik heb het al in de introductie aangehaald. Valuejagers groeit heel snel. Zo zijn er ook een aantal analisten bijgekomen en wordt er ook steeds meer content en uitgebreide rapporten over verschillende sectoren heen uitgebracht. Nu, sinds begin dit jaar is er ook een nieuw concept, namelijk Value for Life. Wat is nu het verschil tussen deze laatste en de andere rapporten die Valuejagers aanbiedt? Ja, met eventjes vermelden, we groeien inderdaad snel en er komen altijd analisten bij, dus als er nog mensen zijn die zich geroepen voelen als analist, mogen altijd een mailtje sturen met een cv en motivatie naar info@valuejagers.com. Daarnaast Value for Life, daar gaan we eigenlijk een beetje ons boekje te buiten, in die zin dat we daar toch wel in wat iets risicovollere aandelen kijken. Dus we gaan naar crypto-aandelen en naar junior miners. Mm-hmm. Maar dat doen we omdat we daar in zijn geheel, in die sectoren, eigenlijk op die plaatsen echt enorm veel value zien. Dus crypto-aandelen zijn wat ons betreft is een vrij uniek rapport, zelfs in de wereld. En wij zien wel dat crypto-blockchain een zeer sterke toekomst tegemoet gaat. Dus daar is echt wel veel value te vinden, ook al zijn het iets meer risicovollere aandelen. En ook grondstoffen, staan op een all-time low. Er zijn tekorten aan grondstoffen, de prijzen schieten omhoog. Junior miners zijn daar dan ook wel de grootste aantrekpolen voor de grootste rendementen. Dus daar is ook heel veel value te vinden. En omdat dat dan iets risicovollere beleggingen zijn, hebben we er ook voor besloten een value for life product van te maken, zodat je maar één keer betaalt en eigenlijk dan de rest van van het bestaan van het rapport, en we hopen het dus toch nog heel lang kunnen volhouden, dat je dus lid blijft, omdat je dus die iets risicovollere aandelen, meestal ook wel iets kleinere aandelen, dat die dus een continue opvolging nodig hebben, zodat de belegger eigenlijk nooit zonder opvolging valt. Interessant. Voor meer informatie over onze unieke kortingsactie, surf naar valuejagers.com/actie. U kan de link ook terugvinden in de omschrijving.
Wat kunnen we nu nog van valuejagers verwachten in de komende maanden, jaren? Zijn er enige nieuwigheden gepland, voor, bijvoorbeeld in de nabije toekomst, Ronald? Er staan nog wel wat nieuwigheden op de planning. Kan ik helaas nog niks over zeggen. maar ja, nee, valuejagers. Op de planning staat sowieso vooral onze leden verzorgen, kwaliteit bieden. Niet alleen vooral in de aandelentips, maar ook daarbuiten. Dus onze rapporten zijn vaak heel gedetailleerd en uitgebreid. Dus we leveren niet alleen kwaliteit in de tips, maar ook in de kwaliteit van de rapporten. We willen ook kwaliteit in de dienstverlening bieden door een goede helpdesk aan te bieden. En dat gaan we vooral de komende jaren sowieso verder ondersteunen. En nieuwe ideeën zijn er altijd nodig om te groeien en die zijn er ook altijd wel aanwezig. Oké. Goed, Ronald, last but not least, de eindjaarspecialkortingen. Die zijn zo net van start gegaan. Dat is altijd een leuke ervaring, een gebeurtenis voor ons, maar uiteraard nog meer voor onze leden en toekomstige leden, want ja, zij kunnen hier optimaal van profiteren. Wat heeft Valuejagers deze eindjaarspecial editie voor hen in petto? Vertel het ons. Ja, eindejaarsperiode is altijd het uitdelen van cadeautjes en dat doen wij dan ook altijd. we hebben dit jaar €500 extra korting in de aanbieding. Dus dat wil zeggen dat we €250 extra korting geven op een valuejagers combi van de 10 rapporten op 12 maanden of 24 maanden. Dus dan gaat dat van €799 nog eens €250 extra af. Op 24 maanden gaat er van €999 nog eens €250 extra af. En dan geven we op de value for life rapporten, dus ofwel op crypto, ofwel op grondstoffen, ofwel op de twee tezamen, ook nog eens €250 korting. Dus in totaal lopen dan de kortingen op, als je alles optelt, zo ongeveer een €3000 aan kortingen dat we deze maand weggeven. Plus, we hebben nog iets bijzonders in petto. In januari gaan we ook onze allereerste valuejagers investor, nee, niet investor, niet, valuejagers analisten webinar geven, waar dat we onze analisten allemaal een kleine uitnodiging doen naar onze leden toe. We willen een kleine presentatie geven en de leden kunnen dan een Q&A doen met onze analisten. En degene die dus gebruik maken van de NDR special, die krijgen exclusief toegang tot die webinar in januari. Dat is heel mooi. Oké. Ja, bedankt alvast voor dit gesprek, Ronald. Dat is graag gedaan. En ja, voilà. Zo, beste kijkers en luisteraars, u hebt het gehoord. Er staat dus heel wat leuks te wachten bij Valuejagers. Blijf ons dus zeker en vast volgen. Dat kan je door je gratis in te schrijven op ons YouTube-kanaal. En ja, wat betreft de eindjaarspecials, surf zeker en vast naar onze website www.valuejagers.com en profiteer absoluut van deze gekke kortingen. Ik kan u verzekeren, u zal het u niet beklagen. Fijne dag nog verder en tot de volgende podcast. Bye. Tot ziens. Valuejagers podcast. Te beluisteren via de drie grootste podcastplatformen ter wereld. YouTube, Spotify en iTunes. En vergeet niet om onze gratis aandelentip te downloaden via valuejagers.com/podcast. Het is een spotgoedkoop aandeel dat steeds populairder wordt dankzij de sterk groeiende podcastindustrie.